Voordat u de resultaten berekent, moet u het net van eindige elementen controleren dat op het model wordt toegepast. Er zijn verschillende instellingen om dit meshing te regelen, zodat de berekening adequate resultaten oplevert. Om het eindige elementen elementennet EENET met de standaardinstellingen te maken, selecteert u het menu Berekenen en klikt u op Genereer EENET. Wanneer het is gegenereerd, wordt het net weergegeven op de vlakken van het model. Als het niet wordt weergegeven, Gaat u opnieuw naar het menu berekenen en selecteert u toon 1 net Voor een beter zicht op de het eindige elementennet kunt u de knop raster in de statusbalk op de statusbalk gebruiken om het werkvlak raster uit te schakelen. Gebruik de knoppen toonlasten en toon imperfecties op de werkbalk om de belastingen en imperfecties te verbergen. U kunt de instellingen controleren die standaard op de net worden toegepast. Selecteer opnieuw het menu berekenen en klik op e net instellingen. Het gebied algemene instellingen van het eerste tabblad Algemeen regelt de doellengte van eindige elementen, de netgrootte die globaal wordt toegepast op alle objecten van het rekenmodel. Voer de waarde van 0.40 meter in voor een fijner eindige elementennet, klik op OK pas toe om het E1 net te maken met de nieuwe instellingen. Het eindige elementen netverfijningen toepassen. Met een hoogte van het verbindingsvlak, nummer 6, van 50 cm ontstaat er slechts één rij eindige elementen tussen de bovenste en onderste randlijnen. Dit is niet voldoende voor een adequate berekening. Om drie rijen elementen te maken, definieert u een vlak e EE 1 netverfijning dubbelklik op het vlaknummer 6 door de stippenlijnen die de vlakken symboliseren in het draadmodel. Zoom zo nodig in, selecteer in het dialoogvenster Bewerkvlak het selectievakje EE-netverfijning in het gebied Opties. Klik vervolgens op EE-netverfijning tabblad, klik in het gebied Toekenning op de knop Nieuw om een nieuwe EENet-verfijning aan te maken. Het dialoogvenster Nieuwe EE-netverfijning wordt geopend. Voer in het veld Parameters de doellengte van 0,17 meter in zodat over de hoogte van 50 cm drie elementen ontstaan, klik tweemaal op OK om de twee dialoogvensters te sluiten. Een rechthoekig symbool wordt weergegeven in een hoek van het vlak. Het symboliseert zijn netverfijning. Gebieden van eindige elementen-netverfijningen kunnen ook worden gedefinieerd rond specifieke knopen. Om een andere methode toe te passen, opent u de Map Types voor knopen in de Navigator. Dubbelklik vervolgens op knoop EE-netverfijningen. In het dialoogvenster Nieuwe knoop EE-netverfijning is het type cirkelvormige netverfijning vooraf ingesteld. Voer de straal van 1,5 meter en de ondergrens van de EE-lengte van 0,2 meter in het gebied Parameters in. Om dit nieuwe type EE-netverfijning grafisch aan een knoop toe te wijzen, klikt u op de knop Selecteer knopen in het grafische scherm. Selecteer de hoekknoop nummer 14 bij de verbinding tussen de wand en het platform. Sluit het dialoogvenster knopen toewijzing door op OK te klikken. Klik nogmaals op OK om het dialoogvenster nieuwe knoop e net verfijning te sluiten. Rond het knooppunt wordt een bolvormig symbool weergegeven dat het verfijningsgebied van het E1 net weergeeft. Als dit niet wordt weergegeven, activeert u de optie knoopnetverfijningen in de weergavenavigator. Maak tenslotte de e net opnieuw door te klikken op Genereer e net in het menu Berekenen.